21ste keer Vrienden van Amstel. Ja. Waarom komt iedereen terug? Omdat het gewoon superleuk is. Ja, het is niet het geld. Nee, volgens mij vraagt niemand daarna. Nee, maar dan ben ik echt serieus. Wat het is dat je met al je collega's die je gedurende het jaar heus wel ziet, maar niet zo intens als deze dagen, met z'n allen in een van de mooiste plekken om te spelen in Nederland, een super show kan neerzetten. Dat je met zo'n grote groep artiesten bent en er elke avond schijnt alleen maar feest te zijn met elkaar. En er zijn allemaal nieuwe, weet je, mensen ontmoeten elkaar voor het eerst. Er komen nieuwe connecties, er komen nieuwe liedjes uit. Dus het is echt superleuk. Het is een feestje onderling ook. Het is niet alleen dat je zeg maar de mensen aan het entertainen bent, je bent elkaar aan het entertainen. En je gaat ook een beetje allemaal bij je comfortzone. Als ik voor onszelf mag spreken, wij zijn nooit gewend geweest aan repetities. En dat maakt het toch wel een soort van extra... Ja, je improviseert vaak. En dit is toch wel een soort... Uiteindelijk wordt het ook improvisatie op het, tijdens de liveshow, denk ik. Maar voor ons was het heel raar dat je op stage moet dan voor een lege zaal je ding moet gaan doen. Nou ja, kijk. Het is natuurlijk een eer als je gevraagd wordt. Dat is ten eerste. Want alleen de crème de la crème van de Nederlandse muziekindustrie is hier. Dus dat betekent uit welke muziekstroming je ook komt, dan tel je mee. Ja, volgens mij is het wel... Ja, sowieso een van de grootste muziekspectakels van Nederland. Of ja, dat is eigenlijk wel sowieso een feit. En niet alleen qua de artiesten die er staan, maar ook gewoon qua crew en de hele beleving. En hoeveel mensen hier achter zitten. Er wordt echt hard aan gewerkt om het een perfecte show te maken. En welke grote artiest of kleine artiest zou daar nog geen deel van uit willen maken, denk ik. Nee, wat ik eigenlijk vooral bijzonder vind, en we hebben alleen nog maar de repetities meegemaakt, is dat al die ego's, iedereen wordt zeg maar één team. Ja. Allemaal gewoon samen, en dat vind ik eigenlijk het leukst. We zijn normaal gesproken allemaal solo-artiesten en nu is het een team dus. Ja, klopt. Dus, maar dat vind ik... Ja. Nee, maar dat vind ik wel bijzonder, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dingetje. En iedereen is nu gewoon samen en wil met z'n allen gewoon een mooie show van maken. Mijn lievelingspubliek is amazing publiek. En dat is hier echt ten top. Dus we hoeven bij wijze van spreken niks te doen. Er hangt zo'n chille sfeer. En iedereen is alleen maar blij. Iedereen is op zoek naar het leukste feestje van de avond. En dat is gewoon hier 11 avonden lang.